dit is het plateau. Dit is de buitenkant van de korf. Voordat je de ronding inzet, moet je zorgen dat die plateau dat het vlak is. Dus het kan zijn dat je van binnen naar buiten moet kloppen. En je pakt dan een hamer en je klopt hem dat hij aan de onderkant vlak is. En dan ga je beginnen met de ronding. Normaal zet je je naald horizontaal in. Dus dan krijg je een plateau. Maar als je hem 45 graden inzet, dan komt hij naar je toe, die bundel.